het woord mocht hebben. Ik geef nu graag het woord aan Olga en Ilona van NCB. Oké. Nou, mijn naam is Olga Keurts. Ik ben directeur van het netwerk Conceptueel Bouwen. En bij het netwerk Conceptueel Bouwen stimuleren we samen met onze leden. En onze leden zijn opdrachtgevers, aanbieders van woningbouwconcepten en partijen uit de toeleverende industrie. Samen stimuleren we de transitie van traditioneel bouwen naar conceptueel bouwen. En dat betekent dat wij zeggen tegen onze leden, vragers, koop nu wat er wordt aangeboden op de markt aan woningen. En kijk wat er aangeboden wordt door general contractors, door aanbieders van woningbouwconcepten. Stop met het zelf maken elke keer van prototypes die je samen met architecten en adviseurs bedenkt. Stop met het schrijven van bestekken en met het maken van bestektekeningen, maar ga inkopen wat er al is. Dat betekent een heel ander transactieproces. Het betekent dat aanbieders komen met nieuwe concepten, met projectoverstijgende en herhaalbare oplossingen, met integrale oplossingen. En dat betekent dat de opdrachtgevers, de vragers, zoals wij ze noemen bij het netwerk Conceptueel Bouwen, zich heel erg bezig moeten gaan houden met de wat-vraag. Wat wil ik nu inkopen? En die wat-vraag die strekt zich heel breed uit. Het gaat niet alleen over de technische prestatie-eisen die bijvoorbeeld een woning moet leveren, maar ook bijvoorbeeld de architectuur van de woning of de ruimtelijke setting van de producten. Dus in zo breed mogelijke zin bedenkt de opdrachtgever, de vrager, wat er ingekocht moet worden. En de oplossing, de hoe-vraag, die wordt aangeboden door aanbieders en de toeleverende industrie. Dat betekent een cultuuromslag. Dat betekent dat vragers dus niet meer zelf gaan ontwikkelen, maar vragers gaan inkopen. En ook voor bouwers en industriële partijen betekent dat een verandering. Want die moeten gaan ontwikkelen en gaan investeren in oplossingen. In oplossingen die gebaseerd zijn op een bepaalde productietechnologie, op een bepaald productieprincipe. En die cultuuromslag die realiseer je niet zo 1, 2, 3. En dat vraagt van de hele organisatie iets. Niet alleen van de mensen die zich bezighouden met het inkopen van nieuwbouwproducten. Maar ook een raad van commissarissen zal moeten begrijpen wat je aan het doen bent, wat er verandert. En ook een onderhoudsdienst zal moeten begrijpen dat er andere uitvragen gesteld moeten worden. Die ontmoeting tussen de vraag en aanbod moet veranderen. We hebben daar een aantal tools voor ontwikkeld. Die zullen we zo nog even toelichten. En vooral van belang is, ik zei dat net ook al, is bepaald, dat je bepaalt wat je wilt en dat je dat vertaalt in prestatie-eisen. Heel breed, zoals ik net ook al aangaf. Hè. Dus ook de stedenbouwkundige setting zul je moeten omschrijven. Welke kwaliteit wil je dat daar geleverd wordt? Welke architectuur wil je? Wil je Amsterdamse schoolarchitectuur? Of maakt dat niet zo heel erg veel uit? Wil je oplossingen in hout of in steen of in beton? Geef aan wat je wil. Bepaal wat je planning is en wanneer je wil dat jouw woning opgeleverd wordt. Wanneer je je woning kunt gaan inzetten als productiemiddel, als corporatie. En bepaal ook wat de waarde is van de verschillende prestatie-eisen die je stelt aan het product. Zodat je uiteindelijk op basis van de oplossingen die je toegestuurd krijgt, die ingezonden worden, heel goed kunt, een hele goede vergelijking kunt maken welke oplossing nu de meeste waarde oplevert voor jouw vraag. We hebben een tool en die heet Concepten Boulevard. Daar zal Ilona zo het een en ander over gaan vertellen. Die enorm handig is als je gaat oriënteren op het aanbod dat de markt biedt. Want die markt die biedt heel veel innovatieve oplossingen aan. Juist de innovatie, dat zul je zien. Innovatie wordt geboden door de
productiebedrijven, door de toeleverende industrie, die zijn vaak al met veel innovatievere oplossingen bezig dan die jij als vrager kent. En op het moment dat je steeds naar de bekende weg blijft vragen met bestekken en bestektekeningen, krijgt die innovatie ook veel meer kans. En ook op de boulevard kun je zien, kun je heel snel scannen welke partijen voor jou waardevolle oplossingen kunnen aanbieden. Nou, om tot die omslag te komen, zijn we samen met Edes het programma De Bouwstroom gestart. En wat heel erg belangrijk is bij het komen tot ook slimmer en sneller, maar ook veel betere prijs-kwaliteit verhouding van de woningbouwproducten, is het van belang dat we die conceptuele bouw gaan opschalen, zodat er steeds meer vragers komen die inderdaad op deze manier die uitvragen gaan doen. Want op het moment dat op deze manier uitgevraagd wordt, kan er meer continuïteit en voorspelbaarheid van die industriële bouwproductie ontstaan. En juist door die continuïteit en voorspelbaarheid van de productie, zul je zien dat de prijs-kwaliteit verhouding verbeterd wordt. Je kunt je voorstellen, die concepten die zijn vaak in meer of mindere mate worden die industrieel geproduceerd. Je kunt je voorstellen op het moment dat de banden leegstaan, het productieproces stokt, dat dat tot kostenverhoging leidt. Dus het is van belang dat we die vraag gaan opschalen, dat we komen tot bundeling van de vraag. Want dan worden die processen efficiënter en effectiever uitgevoerd en kunnen we slimmer, sneller en schoner die enorme nieuwbouwopgaven die we met elkaar hebben gaan realiseren. En die processen, het effectieve en efficiëntere proces, dat geldt natuurlijk ook voor het voorbereidingsproces dat je als vrager hebt. Van belang hierbij is wel heel erg, dat merken wij steeds meer in al onze presentaties, overal waar we komen, dat we met elkaar dezelfde taal gaan spreken. Wat verstaan we nou inderdaad onder conceptueel bouwen? Hoe gebruik je nou de tools die ontwikkeld zijn? En ons motto voor 2022 zal dan ook zijn dat we dezelfde taal gaan spreken. Dat we weten met elkaar waar we het over hebben. Want samen met die drie ledengroepen die ik net al aangaf, hè, dus afnemers van concepten, aanbieders van concepten, partijen uit de toeleverende industrie, is natuurlijk ook de overheid, de gemeente, een hele belangrijke stakeholder in dit proces. Ook de gemeente zal moeten leren hoe het werkt als je conceptueel gaat bouwen en wat dat voor hun rol betekent. En ook voor overige stakeholders, bijvoorbeeld de huurders, op het moment dat je een herstructurering doet, dat ook de huurders heel goed meegenomen kunnen worden in het nieuwe proces. Ja, misschien moeten we die er wel aan toevoegen, Olga. Dus niet alleen dezelfde taal spreken, maar ook hetzelfde proces voeren. Weet je, dat op het moment dat we bij een gemeente komen om vergunningen af te laten geven, dat zij niet zeggen van ja, maar ho even, jullie hebben je niet aan het proces gehouden, dus ik geef je geen vergunning. Ja. En dat soort zaken. Ja, nee, we zien dat ook steeds, dat het belang daarvan onderkend wordt. En we zijn ook in nauw overleg met het ministerie van BZK om te kijken hoe we ook gemeenten kunnen meenemen in dit proces. Hoe we ze kunnen inspireren, hoe we ze kunnen leren hoe het werkt. En wat hun rol dus in het proces zou moeten zijn. Want je kunt voorstellen, als je die prestatie-eisen gaat formuleren, dat dan ook de input van een gemeente heel erg belangrijk is. Wat vindt welstand? Wat vindt stedenbouw? Welk beleid hanteert een gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid? Ook wat die eisen betreft is het van belang dat je die echt in het begin meeneemt. Dat je die meeneemt met de uitvraag. Zodat je echt de goede partij voor de goede opgave kunt selecteren. Nou, om het jullie makkelijker te maken hebben we twee hele belangrijke tools ontwikkeld. Samen met onze leden, ook samen met Edes. Die eerste is de woonstandaard. Ik weet niet, het is wat moeilijk om te zien, maar ik vind het eigenlijk wel interessant om te weten hoeveel van jullie de woonstandaard al kennen of gebruiken. Nou, misschien dat iedereen even ja of nee in de chat kan zetten. Even kijken of we al iets zien.
Ik kan kennen ja, gebruiken nee. Woonstand dat ja, ja, ja mee bekend, nee, ja als uitgangspunt. We kennen het wel, we gebruiken het nog niet. Best wel veel mensen die het toch wel kennen. Alleen van gehoord, nog niet gebruikt, weet ik nog niet. Ja. Nou, ik ga het toch even toelichten. Ook om het... om ervoor te zorgen dat we inderdaad dezelfde taal spreken en de woonstandaard op een goede manier gebruiken. Wat hebben we nou gedaan bij de woonstandaard? In de woonstandaard hebben we eigenlijk veel gevraagde product-marktcombinaties, zoals die gevraagd worden in de volkshuisvesting, hebben we gedefinieerd. Gedefinieerd naar grondgebonden, gestapelde of flexibele, tijdelijke woningen. En vervolgens gedifferentieerd naar huurprijsklasse of marktsegment. Die PMC's hebben we gedefinieerd. Die hebben we in de woonstandaard gedefinieerd. De basisprestatie-eisen die die PMC's moeten leveren. En die basisprestatie-eisen, dat zijn eigenlijk de eisen vertaald uit het bouwbesluit. Daarnaast zie je natuurlijk dat corporaties zo hun eigen prestatie-eisen hebben. Op het gebied van hun eigen beleid bijvoorbeeld. Een corporatie wil per se circulair bouwen of wil per se hele gezonde woningen bouwen. Met eisen die uitstijgen boven de eisen van het bouwbesluit. En je zult zien, dat gaf ik net ook al aan, dat er projecten zijn met extra eisen. Bijvoorbeeld op het gebied van stedenbouw of architectuur of... En locatiespecifieke eisen, eisen op het gebied van geluid. Die basisprestatie-eisen hebben we per PMC gedefinieerd. En we hebben ook in de woonstandaard een aantal rubrieken, thema's opgenomen, waarin extra eisen per corporatie gedefinieerd zijn. En je zult begrijpen dat je als corporatie ook zelf een keuze daarin moet maken. Wij komen nogal eens tegen dat corporaties zeggen, ja, bij een uitvraag, de woonstandaard is van toepassing. Ja, dat is een beetje lastig voor de partijen die een aanbieding moeten maken. Want corporaties zullen moeten duiden welke extra eisen voor deze specifieke opgave die uitgevraagd wordt, toegepast moeten worden. En zullen ook die extra eisen... Als gevolg van de specifieke locatie waar het project gerealiseerd moet worden, zullen ze moeten duiden. Dus er is wel werk aan de winkel. Ja, mag ik daar nog ook een opmerking over maken, Olga? Natuurlijk. Uiteraard zit er natuurlijk in elke woning, dat is ook een basiseis, zit uiteraard een keuken. En die keuken die past ook bij het aantal gebruikers van de woning. En nou heb ik ook een aantal voorbeelden afgelopen periode gezien. Waarin dan zegt dat mensen in de uitvraag zeggen, nou, dan moet uiteraard, ik wil die woning, daar zit dus al die keuken in. En vervolgens gaan ze dan als extra eis de keuken omschrijven. Net zoals dat we dat vroeger eigenlijk in een bestek deden. Dus hij moet 1,80 meter zijn, er moeten 3 kastjes in, hij moet zo hoog zijn, de kleur moet wit zijn en alles wat daar nog meer vroeger in het bestek stond. En dat is uiteraard natuurlijk uitdrukkelijk niet de bedoeling. Want je hebt al een keuken erin en dan hoef je hem niet nog eens een keertje extra te gaan omschrijven. Want dan geef je natuurlijk ook de markt veel meer werk daarin. En ook hoe meer je eisen op je eisen neerlegt, hoe duurder het natuurlijk gaat worden. Dus dat is iets wat wij als coöperatiesector met elkaar zouden moeten veranderen. Om die uitvraag beter bij de markt te kunnen neerleggen. Nou, wat van belang is met name, is dat je de prestatie-eisen, dus met name de prestaties die die keuken moet leveren, omschrijft. En vooral niet bijvoorbeeld het merk noemt. Ik weet heel goed waaruit dat voorkomt, dat bepaalde corporaties al kiezen voor een bepaald merk. Maar de bedoeling bij conceptueel bouwen is dus dat je zo min mogelijk omschrijft hoe die oplossing die komt van de markt. Maar wel de wat-vraag goed definiëren. Dus als je per se wilt dat die keuken maar 1,80 is, nou ja, dan moet je dat inderdaad omschrijven. Het is niet handig om te zeggen, hij moet ook nog van die of die producent komen. Laat dat aan de markt over. Als de kwaliteit, als de prestaties die keuken levert, maar voldoende zijn en voldoen aan jouw uitvraag. Nou, hier even een voorbeeld hoe dat dan in die woonstandaard opgenomen is. Hier de
prestaties die gevraagd worden bij PMC 1. En je ziet hier ook dat de extra prestaties ten aanzien van de gebruikskwaliteit, ten aanzien van technische en esthetische kwaliteit, gezond en comfortabel wonen, milieu gesteld worden. Naast dit soort prestatie-eisen hebben we in de woonstandaard ook nog een tabelletje opgenomen met betrekking tot de uitwerking van de proceskwaliteit. Je kunt je voorstellen dat je met degene van wie je straks de woningen gaat inkopen, ook een aantal taken van jou in het proces om tot de realisatie te komen, dat je die uitbesteedt bij die aanbestedende partij. Het is ook heel belangrijk dat je van tevoren dat goed met elkaar communiceert. Wat is de bedoeling in dat proces? Wat doe je zelf als afnemer? En voor welke onderdelen schakel je de diensten van de aanbieder in? Zodat het maar duidelijk is en zodat die aanbieder ook weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Dus ook hier, maak hier een keuze in op het moment dat je de vraag in de markt uitzet. Volgende sheet. Nou, dan gaat Ilona nu iets vertellen over de conceptenboulevard. Het verhaal wat ik heb verteld gaat heel erg over hoe formuleer ik nu die uitvraag en hoe kan ik daar de woonstandaard bij gebruiken. De tegenhanger is de digitale winkel waar de conceptaanbieders hun waar aanbieden, is de conceptenboulevard. En Ilona gaat nu even aangeven hoe de conceptenboulevard werkt en hoe je heel makkelijk een selectie van concepten kunt maken die voldoen aan jouw uitvraag. Ja, dat is heel mooi, maar misschien dat we eerst nog eventjes dan voor die tijd even kunnen kijken naar de chat. Want er wordt daarin gezegd onder andere, je kunt keukeneisen wel meenemen in je selectie en als weegfactor. Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar ik zie dus nu voorbeelden waarbij bovenop de prestaties en de extra prestaties die je dus ook vanuit de concepten, vanuit de woonstandaard kunt kiezen, dat er nog misschien wel 30 andere dingen aangeplakt worden, extra. En stel dat elke corporatie in Nederland dat doet, 300 corporaties, maal 30 keer uitzonderingen op een concept, dan is het eigenlijk geen concept meer, maar dan ben je eigenlijk gewoon continu maatwerk aan het leveren. Nou, dat is wat we volgens mij tussen de oren moeten krijgen. En even kijken hoor. En er wordt ook gezegd, merken moeten overgelaten worden aan de markt. Maar dat levert dan uiteindelijk voor de afdeling onderhoud vaak extra werk op. Ja, zie ik ook in de praktijk. Snap ik ook. Volgens mij ligt daar ook het vraagstuk. Hoe is je organisatie digitaal ingericht? Want uiteindelijk wat je nu in 2021 plaatst in een woning, dat is al sowieso anders als de dingen die je 10 jaar geleden in de woning plaatste. Dus als je je onderhoud op een betere manier onder controle wilt hebben, dan moet je dat gewoon digitaliseren. En dan maakt het dus feitelijk eigenlijk niet meer uit welk merk, welk stukje, welk dingetje je op dat moment in de woning hebt zitten. En er zijn corporaties die zeggen, oké, koop die woning nu, maar ik wil er ook gelijk voor 25 jaar onderhoud bij. Misschien is dan het probleem ook opgelost. En dat is ook uiteindelijk de vraag van professioneel opdrachtgeverschap en inkoop. Wat heb je nou echt nodig? En hoe ga je die vraag zo slim mogelijk bij de markt neerleggen? En dat is echt een uitdaging en dat is ook een vakgebied. Want dan moet je ook echt een hele andere mindset moet je daarvoor hebben. Ook in dat groeimodel zien we dat met name van fase 3 naar 4 rete ingewikkeld. Want dan moet je echt heel anders na gaan denken. Maar we zien ook corporaties die dat heel goed kunnen en die daar echt super goede resultaten mee behalen. En dat zou mijn wens zijn voor elke corporatie. Dan nog voor Ilona, want jij gaat zo meteen de conceptenboulevard uitleggen. Daar is ook de vraag geweest, al eerder in de chat, of alle conceptuele aanbieders ook al op de boulevard staan. Hoef je nu niet te beantwoorden, maar wel zo meteen gedurende het verhaal. Ik wil graag het woord aan Ilona geven. Ik zat nog even de chat te lezen, maar... Olga heeft al
veel verteld natuurlijk, wat helemaal in de richting is van de conceptenboulevard. Een digitale catalogus zou je het kunnen noemen met alle woonproducten van Nederland. Tenminste, om meteen de vraag te beantwoorden. Wel tussen de 60 en de 70% van de woonproducten in Nederland staan daarop. De conceptenboulevard is echt bedoeld voor marktverkenning. Om als partij je te oriënteren op het aanbod van de markt. En door middel van filteropties kun je daar heel erg gemakkelijk, net zoals heel veel andere sites waar je mooie producten koopt, een selectie maken. Om even terug te gaan naar het grafiekje ook wat Olga net had. Deze staat overigens ook in de woonstandaard. De conceptenboulevard gebruikt ook het instapmodel van basiskwaliteit die in de woonstandaard beschreven staat. Dus alle concepten die daarop staan, kun je ervan uitgaan dat zij daaraan voldoen. Zij hebben bij het invoeren van hun concept op de boulevard hun optiepakketten kunnen ingeven. En dat zijn de filters die op de boulevard staan. En zo zou je eigenlijk dus heel erg gemakkelijk je marktverkenning van je longlist naar je shortlist kunnen maken. Er is mogelijkheid om in contact te komen met de aanbiedende partij, zodat je ook direct een vraag kan stellen of een contact kan leggen. Er zijn plattegronden op te vragen. Zij hebben de vrijheid om zelf nog veel tekst en uitleg te geven en doorkijkje te geven aan brochures of aan websites of aan video's. Dus alle informatie eigenlijk vanuit je luie stoel zou je bijna kunnen zeggen om eens goed te oriënteren op wat de markt te bieden heeft. Allemaal aansluitend eigenlijk op wat ook de woonstandaard eigenlijk al voor richting geeft. Om het gemakkelijk te maken, omdat je als afnemer die daar gaat shoppen, hopelijk ook al de woonstandaard hebt gebruikt om je uitvraag natuurlijk op te stellen. Een video zegt meer dan 1000 woorden. Dus wij hebben een video gemaakt van de conceptenboulevard, waarin we jullie eigenlijk meenemen in de features die daarin zitten. Dit is een spannend moment, want de presentatie ging goed, maar gaat dit ook goed? Nou, We gaan er gewoon voor. En dan geef ik jullie een paar minuten om deze video te bekijken. En dan moet ik denk ik opnieuw mijn scherm delen, denk ik, hè, Gadi? Wacht even hoor. Of is het opnieuw delen, denk ik, hè? Gadi? Nee, hè? Ja. Ik hoor het wel, maar ik zie het niet. Nee, precies. Oh. Want dan moet ik eventjes naar mijn het andere scherm delen. Zien jullie dit scherm? Gabi is mijn aanspreekpunt. Ja. Oké. <Okay. laughs> Deze is ook op YouTube terug te vinden. En die neemt je eigenlijk even in een vogelvlucht mee in hoe de boulevard eruit ziet. Wat je erop kan vinden. Hopelijk zijn daarmee heel veel vragen ook beantwoord meteen, maar roep ze maar gerust nadien. Hey. Ik hoor jullie geluid niet meer.
Nou, wat nog heel belangrijk is om nog een keer aan te halen, is dat de woonstandaard echt een leidraad is natuurlijk voor je uitvraag. En niet een document waaraan het volledig moet voldoen. Want je hebt altijd nog specifieke eisen die je zelf aan kunt merken en bepaalde wensen die daar bovenop komen. Maar die staan niet in de standaard en zijn zaken waar je zelf een keuze in moet maken. En dat is nog steeds, blijft altijd de eerste stap. Weten wat je wil. Weten wat je gaat vragen aan de markt. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken volgens mij. Ook op de conceptboulevard ga je pas shoppen op het moment dat je weet wat je wil. Anders weet je niet waar je voor aan het shoppen bent. En dat is heel erg belangrijk, die eerste stap om te nemen. Ik nodig iedereen uit om op de boulevard natuurlijk te gaan kijken. En in de accounts gewoon vrij toegankelijk. We vragen wel om een account te maken als je meer wil zien, omdat je dan ook die favorieten, de vergelijk kan maken, dingen kan opslaan en kan versturen. Maar neem eens een kijkje, laat ons ook vooral weten wat je ervan vindt, wat je eventueel mist of wat je eventueel geweldig vindt. Dat horen wij altijd heel erg graag. Wij zijn altijd daarmee in ontwikkeling. En deze feedback kan voor ons ook heel erg veel helpen. Er is veel aandacht voor in Nederland op dit moment, voor de boulevard. Dus samen kunnen we daar nog een veel betere product van maken. En daar hebben we ook jullie als gebruikers bij nodig.